Sabine, mag ik je tijd claimen? Ja. Ja? Ja. Ja, voordat het eerste feestje hier losbarst. Ja. Nou, ik ben hier nu voor de tweede keer. Nu zijn je echt bijna klaar. Nog, er moeten wat onthuld worden en nog heel wat, wat kleine puntjes. Details, hè? Details. Maar we zijn nu op de vrijdag en morgen gaan jullie echt open voor het publiek. Ja. Morgenmiddag. Klopt, vanaf 1 uur. Ja. Zometeen lekker borrelen. Even met de mensen die ons geholpen hebben om dit allemaal te realiseren. En dan morgen inderdaad voor iedereen die nieuwsgierig is, vanaf 1 uur. Ja. Ja, dus dan mag gewoon iedereen binnenlopen komen kijken. Er zijn nog proeflessen ook, geloof ik. Ja, klopt. Half uur lesjes. Dus kun je een beetje kijken wat we aanbieden en een beetje proberen wat je leuk vindt. Ja, jij kan ook komen. Ja, nou ja, weet je wel. Een beetje beweging zag ik kwam kunnen van mij. Hey, maar laten we even hier beginnen. Want ik was hier voor het eerst in, wanneer was het? September, oktober? Ik denk september. Toen was het echt nog gewoon een oude werkplaats. Toen liepen we hier op van dat betonstaal. Ja, nou, nu hebben we een hele mooie strakke betonnen vloer. Ja. Mooi glad. Ja. Jullie hebben hier een hele mooie bar ingebouwd. Klopt, ja. Nou wordt nu druk alles voorbereid. Ja, catering. Ja, dat is ook belangrijk. Allemaal vrienden en familie die helpen. En dat is ook heel belangrijk. Inderdaad, een bar waar de mensen dadelijk na de les even kunnen blijven hangen. Koffietje, theetje drinken. Ja, ik begreep dat de tafels zijn nog tijdelijk begrepen. Klopt, ja. En de stoelen vind ik wel heel erg mooi. Ja, dit zijn wel de stoelen, maar de tafels, hier komen 4 tweepersoonstafeltjes. Oké. Okay. En deze tafel wordt dadelijk een lange smal, net zo lang als de boom. En dan met deze 5 stoelen. Dus maar voor nu kunnen we heel even met deze. Ja, precies. Ja. En de tafel. Dat zijn en hier liefde. Komen nog bartafels. Dus dit is heel even voor vanavond. Ja, dus waar we nu lopen, dit deel, dat is echt de lounge-ruimte, of hoe noemen jullie het? Ja. Dit is echt voor de les of na de les nog heel eventjes lekker chillen. Ja. En bijkomen, nog even nagenieten. Ja, precies. Ja. Is dit niet mooi? Ja, dat is prachtig. Kijk. Mooie schuifdeur. Ja. Hoppa. Toch hier en daar wat industrieels natuurlijk. Het is tenslotte een garage. Een toilet. Genderneutraal. Het is niet per se een damestoilet, maar ik kan me voorstellen. Maar wel roze, ja. Maar wel roze, maar misschien juist dan voor mannen fijn om hier te gaan. Ja. En dan hebben we hier de lokkertjes. Dus we hebben de aantal plekken in de les zijn beperkt. De meest drukke les zal 15 mensen hebben. Oké. Okay. We hebben hier 20 lokkers. Ja, nee, sorry. 20 mensen voor de yogalessen. Dus de yin-yoga-les is een vrij rustige les. Dus minder ruimte nodig heeft iedereen gewoon zijn mat. En daarom 20 lokkers, kan iedereen zijn spullen netjes kwijt. En we hebben daar de zaal of de zaal, je wil wat zien natuurlijk. Nou ja, doe eens een move. Ik ga een move doen. Daarom heb ik mijn workout schoenen aangelaten. Ga ik een beetje, nog even niet meer hakken. Ik ga een beetje schuin lopen, want anders sta ik mezelf te filmen. Het is natuurlijk een en al spiegel. Dus. Oké, nou, wat het dus over gaat is mobiliteit in je lichaam. Normaal heb ik dus gewoon een tijd aan. Maar wat je doet is bijvoorbeeld dit. Hè. Dus je strekt uit en hier strek ik mijn arm wat verder weg. Hier breng ik mijn arm naar achter. Hier stretch ik mijn borstspieren. Hier veeg ik mijn arm voor me langs. Ik breng hem naast mijn oor. Hier pak ik de zijkant van mijn lichaam. Ik blijf verlengen. En hier trek ik mezelf omhoog. En weer mijn borstspieren stretch. Dus ik trek continu eigenlijk aan die spierketen. En doordat ik aan mijn arm trek, trek ik aan mijn rugspieren. En daarna trek ik mijn werveltjes zachtjes uit elkaar. En zo blijf ik bewegen. Alles blijven vloeiende bewegingen. Zodat je dus ook echt definitief, dat je blijvend resultaat hebt. Want het zit hem in het tempo van de bewegingen. Dus het is langzaam en daar zit ook gelijk het versterkende aspect in. Dus je traint, je blijft eigenlijk ook als een danser. Dus je verlengt je spieren en je maakt ze in de verlengde vorm sterk. Ja. Dus de explosiviteit en de lengte. Maar je zegt nu dat dansen, behalve eccentrics en yoga doen jullie ook, hebben jullie hier ook nog de tak dance? Ja. En ja. Hoe heet dat nou? Want, Pure Rhythms. Ja, precies. Ja. En wat is dan Pure Rhythm? Dat is... Het is een combinatie van allerlei, toch wel Zuid-Amerikaanse dansstijlen, de merengue, maar ook een beetje de African beats. Maar staat er dan hier ook muziek op? En dan wordt daar echt zeker. Op, en dan gaan we daar boksen. Serieus boksen. Ja. En echt serieus paneel. Ja. Dus nee, zeker. Dat, en het is dus het leuke van al die disciplines onder jullie dak, want dat vond ik meest opmerkelijk. Ja. Als ik bijvoorbeeld hier een 10 rittenkaart neem, of jullie hebben daar, bij jullie met credits. Klopt. Dan kan ik gewoon zeggen van nou, ik kom de ene dag kom ik eens even een keer dansen. Ja. Om het uit te proberen. Ja. En de andere dag doe ik 2 keer eccentrics of zo. Ja. En dat mag allemaal, hè, bij jullie. Precies, dat mag allemaal. Ja. En dan heb je wel altijd een soort dezelfde docent waar je mee. Precies, we hebben allemaal echt ons specialisme. Precies. Dus ik ben echt de eccentrics en mijn man overigens ook. En ik heb nog een collega Karen, die geeft een les eccentrics op woensdagochtend. Maar daar hebben we de specialisten op het gebied van Ashtanga yoga. Dat zijn 2 docenten. Hans en Judith. En
Naomi geeft ook een Ashtanga les. Maar zij geeft ook flow yoga. Dat is meer een flow, een beetje vinyasa-achtig. Ja, ja, ja. En Angelique is medeoprichter ook van de Health Garage. Zij geeft de yin yoga en de yin yang yoga. Uitstekend. Yes. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En je roept natuurlijk ook, die is druk bezig. En ik zie jou een keer, hè, in dat de tijd. Nou ja, ik zal kijken of ik nog ergens een trainingsbroek heb. Ja. Kom, dankjewel. En anders kun je er aan je lenen. Eén vloeiende beweging.